Drie plekken in Den Bosch zijn in beeld voor het toekomstige asielzoekerscentrum. Aan de Sare zijn dat de voormalige honkbalvelden. In Rosmalen gaat het om het terrein Koude Water. En als laatste gaat het om het Michelin-terrein aan de Oude Vlijmerseweg. En voor deze laatste locatie hield de gemeente gisteravond een informatieavond. Op een AZC gebeurt niet zo heel veel. Er wonen mensen, die doen hun dagelijkse ding. En daarmee is het eigenlijk wel een beetje gezegd. Tijdens de bijeenkomst liepen de emoties soms hoog op. Ik ben boos, ja. Want u wil niet dat zo'n asielzoekerscentrum in Den Bosch komt? Een asielzoekerscentrum. Een GZC. Er is ook emotie en dat is ook goed. Het is helemaal niet erg dat er ook emotie bij komt kijken. Want dat betekent ook dat we met elkaar ook verder in gesprek kunnen. Alle inwoners van Den Bosch konden in een adviesgroep meedenken over de plekken voor het AZC. Van een shortlist van 12 zijn er nu 3 locaties overgebleven. Wat ik nu aan het doen ben is op elke locatie argumenten ophalen van de mensen wat er nog meer bezien moet worden. Dat gaat terug naar de adviesgroep AZC. Ik krijg een definitief advies en dan nemen we een besluit als college, burgemeester en wethouders. Ook het Michelin-terrein in de wijk Bosveld is nu dus nadrukkelijk in beeld. De reacties in de buurt zijn gemengd. Het is veel te klein voor zo'n hoop mensen. Een andere plaats zoeken. Mensen moeten geholpen worden als ze in nood zitten, dat is mijn mening. Ik vind het gewoon belangrijk dat wij het terug kunnen doen. We hebben het met het Willem 1 in 95 gezien, is het volgens mij ook allemaal goed gegaan. Dus, Je ziet daar niet zoveel problemen bij? Ja, ik hoop het niet. Ook vanavond en morgenavond houdt de gemeente presentaties in de wijken waaruit moet worden gekozen. In oktober valt het definitieve besluit. U gaat naar huis? Ik ga naar huis, ja. Prettige avond.